En hoppakee, krijgen we het certificaat van Game Freak voor Sinnoh. Omdat we dus alle Pokémon hebben gevonden. Dit is toch wel even leuk. Yo, Nintendo fans! Welkom bij een nieuwe Pokémon Shining Pearl video. En zoals je boven in beeld kan zien, heb ik nog 5 Pokémon nodig om een Pokédex te completen. En dat is wat we vandaag gaan doen. In deze video vertel ik ook hoe jij het makkelijkst je Pokédex kan completen als je nog een paar Pokémon mist. Dus doe duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren en dan gaan we snel beginnen. Eerst gaan we eens kijken welke Pokémon ik nog mis. Dat zijn om te beginnen Wormadam en Mothim. Wormadam kunnen we vinden op route 214. Hoe ik dat weet, dat vertel ik jou als ik mijn Pokédex compleet heb. Om namelijk de items te krijgen waarmee je verder kan in de game, hoef je niet elke Pokémon te vangen. Je hoeft ze alleen te battelen in Brilliant Diamond en Shining Pearl. Dus dat is super chill. Want als we de Pokédex compleet hebben, dan kunnen we allerlei andere toffe dingen gaan doen, wat we ook nog gaan doen op dit kanaal. Eens even kijken hoor. Er moet hier ergens een mevrouwtje staan en we moeten dus met dat mevrouwtje gaan battelen. Even kijken hoor. Ja, deze mevrouw moeten we hebben. Hallo, kom jij met mij battelen met een Wormadam? En ja hoor, kijk. Daar is die. Hallo, pak hem. Oké, ja, we zijn natuurlijk veel te sterk voor al deze Pokémon. Sorry. Ik hoef eigenlijk alleen maar te blazen en dan is die al weg. Oké, nu staat Wormadam dus in de Pokédex. Gaan we door naar Mothim. Die vinden we hier op route 210. Dan moeten we op zoek naar de gast die Ernst heet. Ben jij Ernst? Nee, dit is Brian. Okay, dit is niet de goede gast. Ernst is trouwens een Ace Trainer. Dus dat zijn die gasten met groen haar. Daar moeten we dus even naar op zoek. Deze hebben we al gebattled. Ernst, jij moet Ernst zijn. Jij bent dat. Jij hebt Mothim bij je. Ja, kijk, dit is Ernst. Lekker. En die begint ook gelijk met zijn Mothimpie. Hoppakee. Deze hadden we ook nog niet in de Pokédex, maar nu wel. Wat een ziek idee. Ja, dit is allemaal veel te makkelijk natuurlijk. Ja, we hebben Cynthia al verslagen. Dan zou het echt een schande zijn als we van een Ace Trainer verliezen, toch? Hoppakee. Nu staat Mothim ook in de Pokédex. Moet ik er dus nog 3? En die 3 zijn Jerim, zoals je hier ziet. Drifloon. En als laatste Riolu. Zijn open spot is hier. En die gaan we als volgende doen. Maar eerst ga ik even deze kant op. Want ik wil van die water... Hoe ga ik van die waterval af? Wacht even. We moeten even daar gaan zwemmen. Ik ga heel veel moeite doen voor dat itempie. Beter is het gewoon echt een goed itempie. Daarvoor moeten we hier al het water op. Pompidompidom. Nou, hier is in ieder geval geen Riolu. Beter is het een goed item. Je moet hier zoveel moeite voor doen. Een Wave Incense. Dat maakt je wateraanvallen sterker. Dus dat is op zich wel lekker. Hier is nog een waterval trouwens. Waar kom ik dan terecht? Hier is niet echt iets bijzonders. Maar misschien dat hier nog wat een itempie ligt of zo. Yo, Golduck. Waarom sta je daar op de brug terwijl ik een metal plate vind? Die boost de kracht van grass type moves. Je kan namelijk een Riolu ei krijgen als je naar de Iron Island gaat. En ik ga er nu nog niet naartoe. Dat kan vanuit Canal of City. Dat gaan we later nog wel een keer doen. Maar hier kan je dus een leuk eitje van Riolu krijgen. Maar om een trainer te vinden die je met Riolu battelt, moeten we dus naar Ouroboros City. En dan moeten we naar de Ouroboros grot. Dat is echt bijna aan het begin van de game. Namelijk hier, route 203. Alleen in het begin kan je dit nog niet doen. Je hebt hier namelijk Rock Smash en Surf voor nodig om dit te kunnen doen. Even kijken waar die is hoor. Ik weet het namelijk niet precies. Laten we hier naar beneden gaan. En hier verder naar beneden. Ik weet namelijk dat we eerst inderdaad hier niet echt verder konden. Omdat we volgens mij geen Surf hadden op dat moment. Of we hadden geen fiets. Ik weet het allemaal niet meer precies. Ja, kijk, dit is de guy. En kijk al die items daar liggen. Meneer, hallo. Heeft u Riolu? Kijk, hij begint gelijk met de Riolu. Nice, die hadden we ook nog niet. Hierna nog 2 te gaan. Voor degene die Riolu ook zoeken en niet weten waar ik nu ben. Ik ben dus hier nu, in deze grot. Okay, maar laat me in ieder geval eventjes die pokeballs gelijk meepakken. Ik denk namelijk dat dit ook wel chille dingen zijn. Hieronder ligt een Earth Plate. Dat maakt dus ground type moves beter. Ik vind opeens allemaal plates hier, joh. En dit is... TM01 Focus Punch. Oké, wegwezen hier uit deze grot. Nog 2 te gaan. En voor Cherim moeten we naar route 221. En dat is hier helemaal onderin. Daar zijn we volgens mij ook nog niet geweest. Je kan namelijk in het allereerste startje ook gewoon lekker het water op. Oké, ik hoop dat ik niet hoef te battelen. Of misschien moet ik juist wel battelen. Ik moet namelijk battelen met Shannon. Nee, we zitten nu nog op route 219. Oké, let's go, let's go. Probeer iedereen te ontwijken. Jullie ook, we zitten nog niet op de route. Lekker, pokeballetje oppakken. Een eater. Let's go, let's go. Ah, ik wil niet battelen. Ik wil niet battelen. Ik wil niet battelen. Kijk de andere kant op. Goed zo. Nog meer items. Lekker.
Gaan we de goede kant op? Beetje jammer dat mijn repels nu op zijn. Ja, kijk, we zitten nu op route 221. Zou dit precies Shannon zijn? Ik denk het niet. Ik denk niet dat er iemand in het water ligt die dan een Cherim heeft. Shannon is namelijk een Ace Trainer. En ik denk niet dat dit een Ace Trainer is. Ik denk toch echt dat ik daar naar boven moet, naar dat groene stukje land. Nee, dit is Vanessa. Ik ben wel benieuwd hoe sterk jouw Golduck is op deze route. Oh, level 33. Nou, dat valt dan toch wel mee. Ik had eigenlijk sterker verwacht. Oh, ik heb nog 4 max repels. Oh, nice. Dan kan ik gewoon lekker chill gaan zwemmen. We moeten dus daar boven langs. Ik denk dan dat we hier sowieso een battle moeten gaan doen. Ja hoor. Deze guy zat al echt klaar om de Pokémon kampioen uit te gaan dagen. Hè? Met je ene Pokémonnetje, joh. Ja, wel een Gyarados, dat dan weer wel. Maar ja, wat ga je doen met één Pokémon, jongen? Gebruik ik ook nog de verkeerde move? Ja, dan is die dus niet in één keer kapot. Ja, alleen hij doet mij toch geen damage, dus maakt niet uit. Thunderbolt! Oké, we zijn er nu bijna. Ik ga om deze guy heen. Pokeballetje pakken. Lekker proteïnetje. Ja, dan moet zij hier toch wel ergens zijn. We zijn nog steeds op zoek naar Cherim. In ieder geval om Cherim in onze Pokédex te krijgen. Niet zozeer dat hier een Cherim is. Daarvoor moeten we op zoek naar een Ace Trainer. Ik zie hier een huisje. Wat is dit trouwens voor huisje? Kan ik daarin? Vast wel. Dit huisje zit echt verborgen in een bos. Hij zegt, nou, vandaag is het nummer 11. Laat me een Pokémon van level 11 zien en dan heb ik een dingetje voor je. Heb ik dat? Helaas, heb ik niet. Ga ik ook geen moeite voor doen. Ik wil gewoon een Cherim zien. Cherim! Ace Trainer, waar ben je? Oh, is dit Shannon? Sta jij gewoon hier te chillen bij deze berry trees? Dit moet wel, dit kan niet anders. Ja, hè? En daar is inderdaad Cherim. Lekker, onze ene laatste Pokémon die we nodig hebben om de Pokédex te completen. En de laatste die we dus nog nodig hebben is Drifloon. En dat is natuurlijk de ballon-Pokémon die je kan vinden bij de Valley Windworks. Dus we moeten even naar Floroma Town. En Drifloon moet hier zijn. Alleen de ballon-Pokémon is er alleen op vrijdag. En ik neem bijna nooit mijn video's op vrijdag op. Dus we sluiten de game even af. En dan gaan we de Nintendo Switch laten denken dat het vrijdag is. Je gaat naar systeem. En dan naar de datum en de tijd. Je zet tijd synchroniseren via het internet even uit. En 14 januari is vrijdag. En als je nu denkt, ja, maar vandaag is toch ook vrijdag? Ja, maar ik neem mijn video's niet altijd op de dag dat de video online komt natuurlijk. Nintendo vindt het overigens niet leuk als jij rotzooit met de tijd op jouw console. Dus wat er gebeurt, als jij dit doet, krijg je een 24 uur straf. Dus 24 uur in echte tijd straf. Voor alle time events in Pokémon Brilliant Diamond The Shining Pearl. Dus dan weet je dat van tevoren. Eigenlijk vindt Nintendo dit niet leuk. Dus het beste kan je gewoon wachten op een vrijdag. En kijk, ja hoor, daar is die. Drifloon is tevoorschijn gekomen. En die gaan we eens even proberen te vangen met een quickball. Je hoeft hem niet per se te vangen voor de Pokédex, maar is toch leuk om te hebben. Come on, Drifloon. Kom maar joh. 1 en 2 en 3. Ja hoor. Yes, lekker. En als ik aan bekende scènes denk in films waar ballonnen mee te maken hebben, dan heb ik er eigenlijk 2. En 1 van die 2 is van Up. En dan denk ik natuurlijk aan die oude man, Carl. Dus Drifloon, die heet Carl. En dat betekent dat ik nu de Pokédex compleet heb, want ik heb alle 150 Pokémon gezien. Dus we gaan terug naar Sand Jam Town. Dan! Hij is compleet! Ze zegt ook, oh my gosh, je hebt alle Pokémon gezien in Sinnoh. Heb je je Pokédex al aan professor Rowan laten zien? Nog niet, maar dat ga ik gelijk doen, Dan. Die zeggen, Rikachu, kom je hier om de Pokédex te laten zien aan mij? Je hebt 150 Pokémon. Bravo, Rikachu. Je hebt alle Pokémon van de Sinnoh-regio in je Pokédex. En dit gaat mij onwijs helpen bij mijn studie naar Pokémon evoluties. En kijk eens wie daar aankomt lopen. De oude bekende professor ook. Die zeggen, yo, Rowan. Het is lang geleden. Ik zal je vertellen, Sinnoh is, ligt erg ver weg van Kanto. Maar natuurlijk, als ik hier nieuwe Pokémon kan ontmoeten, dan is geen afstand te ver. En Rowan zegt, ah, mijn oude collega, professor ook. Rowan, die kijkt eens een keer naar mij en die zegt, laat me even mijn jonge assistent aan je introduceren. Deze jonge gast heeft elke pagina van de Sinnoh Pokédex voor mij gevuld. En ook zegt, nou, ik ben blij om je te ontmoeten. En zoals je al gehoord hebt, mijn naam is ook. Ik heb veel over je gehoord van professor Rowan. Hij prees je al heel erg aan bij me. En nou ja, je hebt het waargemaakt. Je hebt ook een goed gevoel voor timing. Want ik had namelijk iets voor
voor professor Rowan wat hij voor mij kan doen. Nou, ik moest iets naar hem toe brengen. En dat is de National Pokédex. Dus nu kunnen we ook Pokémon die origineel niet in de Pokédex van Sinnoh zaten... ook gaan krijgen in de National Pokédex. En dat zijn meer dan 400 Pokémon. Volgens mij iets van 483 of zo. En Rowan zegt, maak je geen zorgen, dat gaat Rick lukken. En dan vraagt hij, ja, maar waarom ben jij eigenlijk hier ook? En ook zegt, Ramana's Park is nu open. En als ik me goed herinner, is dat op het einde van Route 221. Letterlijk, waar we net die Cherim gingen zoeken, waar die twee bouwvakkers stonden, waar we net niet door konden. En daar is een speciaal systeem, dat elke Pokémon die je maar kan bedenken, daar naartoe komt. Pokémon vanuit elke regio. En ook gaat ervoor zorgen dat het systeem goed werkt. Dus we moeten ook naar Ramana's Park gaan. Ook heeft de meeting, dus die gaat er vandoor. En Rowan zegt, druk zoals altijd. Nu, Rikachu. Hij heeft nog een gift voor mij. Omdat we de Pokédex compleet hebben. En dat is de Pokéradar. Jongens, en hiermee kan je gaan shiny hunten. En als jullie mij willen zien shiny hunten, volg me dan op twitch.tv/Rikachu. Want daar gaan we dat zeker een keer doen. Ik denk dat het een beetje te saai is voor hier op YouTube. Maar in livestreams op Twitch is dat echt super vet. Dus volg me daar ook. Nou, nu willen jullie natuurlijk weten hoe ik wist waar elke Pokémon zat. En hieronder in de beschrijving staat een linkje. Klik daarop en dan zal je daarin kunnen zien waar elke Pokémon die je eventueel zou kunnen missen, waar je die dus kan vinden. En zo wist ik dat ook. Ik heb gewoon de lijst gevolgd en dat is hoe ik het wist. Oh jee, oh wow, wow, wow. Kijk, oh, er komt iemand tevoorschijn. Het is Rourke en die zegt, yo, dit is lang geleden, jongen. Ik hoorde dat je de Elite Four hebt verslagen en in de Hall of Fame staat, dus ik ging gelijk naar je toe. Gefeliciteerd. Alle andere gymleaders zijn ook blij voor je, maar we nemen jou wel serieus. Dus nu kan je nog een keer gaan proberen om alle gymleaders te gaan verslaan. Dat is eigenlijk ook best wel vet om nog te doen in een video. En daarvoor moeten we dus naar al die gyms van al die gymleaders. Ja, cool, cool. Dat wil ik zeker doen. Maar een aantal dingen die je nu eigenlijk ook gelijk wil doen, zijn de volgende. Je wil even naar Velstone City vliegen. Stap je gelijk even op de fiets en ga je naar beneden. En als je helemaal naar beneden gaat, dan kom je op een gegeven moment bij deze stad uit, die geen eens een naam heeft volgens mij. Dit is gewoon route 213. En dan ga je dus naar dit huisje. We zijn hier al een keer eerder geweest, maar je wil dus met deze personen hier gaan praten. Dit is namelijk de game director. En hij zegt, gefeliciteerd, je hebt je Sinnoh Pokédex compleet. En we krijgen de catching charm van deze guy. En daarmee maak je dus meer kans op een critical catch, wat inhoudt dat je Pokémon misschien wel makkelijker kan vangen. Nou, dit is de game director. Die zegt ook, je Pokédex ziet er goed uit. Je hebt elke Pokémon ontmoet in deze regio. Ik ben onder de indruk. En hoppakee. Krijgen we het certificaat van Game Freak voor Sinnoh. Omdat we dus alle Pokémon hebben gevonden. Dit is toch wel even leuk. Screenshot waardig, jongens. Let's go. Geef deze gastje dan ook nog iets. De sound designer. Hij zegt, ja, je hebt de Pokémon kampioen verslagen. En daarom geef ik je wat. Dus dit hadden we eigenlijk al kunnen doen. Dit zijn de DS sounds. Dus nu kunnen we ervoor kiezen om de klassieke muziek te laten afspelen. Kijk, zie je? Nu hebben we lekker oldschool Nintendo DS muziek. Ja, heel vet. Heel leuk. Toch wel wat leuks nog dat ze hebben toegevoegd aan deze game. Jongens, de Pokédex is compleet. We kunnen nu superveel nieuwe dingen gaan doen. Wil je misschien shiny hunten? Volg me dus op twitch.tv/Rikachu. Doe hier de duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan. Binnenkort Pokémon Legends Arceus. Daar heb ik ook heel veel zin in. En laat me vooral weten wat jij nog wil dat ik ga doen hier in deze serie. En dan zie ik je bij de volgende video. Mazzel!